dan moet je Portugal. Echt zo'n dagje dat niks lukt. Ja, dat kan wel zeggen. Er waren heel veel lange ballen, maar die bal wou nooit echt goed vallen voor PSV. Ja, als je ziet hoe Ajax verdedigt, gewoon heel compact, dan is het moeilijk om daar doorheen te voetballen. Eigenlijk staan ze bijna met iedereen op onze helft. Mm-hmm. En ja, dan moet je iets forceren, dan krijg je dat we de lange bal erin gooien, maar dan hoop ik dat het goed valt. Ja. Ook voor jezelf, normaal kan je een vlotte actie over de flank maken. Vandaag wou het echt niet lukken. Nee. Eén keer in de tweede helft, maar er was niemand om af te werken. Nee, dat klopt, maar... Ja, dat is gewoon zoals ik al zei, Ajax staat heel compact met z'n allen op hun eigen helft. Ja. En dan een actie te maken over de zijkant, dat is dan moeilijk. Ja, dit Ajax speelde eigenlijk heel on-Ajax. Dat zeker. Ja. Wat zei de trainer tijdens de rust? Dat is nog niks voorbij is. Wij hebben een aantal kansen gehad, Ajax scoort uit één spellenvatting. Maar nog niks was verloren. Dus nu is het even kopjes bij elkaar steken en op naar de volgende wedstrijd. En dat is tegen Twente. Ja, nee. Maandag tegen ADO Den Haag. Ja. Maar ja, er is nog niks verloren en we gaan ervoor. Oké, dan wens ik je heel veel succes. Dankjewel.